Welkom bij weer een nieuwe uitzending van AandachtsTV. Deze week met gast Erik Verbenne. Hi. En het is heel mooi dat via de ontmoeting tussen ons tot stand kwam. Klopt, ja. En Erik, voor jou als eerste de vraag, aandacht voor jezelf. Mm-hmm. Wat is dat bij jou, voor jou persoonlijk? Aandacht voor mezelf. Ik heb altijd zoiets van, hou in ieder geval van jezelf, want dan kun je ook van de rest van de wereld houden. Dus als je jezelf aandacht geeft, als je jezelf verzorgt, als je jezelf goed voor jezelf bent, dan geef je dus aandacht aan jezelf. En dat straalt zich automatisch uit ook weer naar de buitenwereld. Ja, mooi. Jij hebt daarin een hele bijzondere reis gehad, weet ik. Ja. Nou ja, mensen zijn natuurlijk nu nieuwsgierig van, wat is er zo bijzonder aan? Vertel eens. Een paar jaar geleden, in 2008, woog ik nog 300 kilo. En ik ben ondertussen 180 kilo afgevallen. En dat doe je niet zomaar. Dat is een hele reis. Ja. Ja. Wat was voor jou daarin het belangrijkste? De mindset. De mindset is wat dat betreft het belangrijkste. Ik heb, je kunt doen en laten wat je wil met eten en met voeding. En zelfs met operaties. Maar als je mindset niet goed zit, dan gaat het toch niet lukken. Dus je moet eerst zorgen dat je je mindset goed is, dat je de issues uit het verleden behandeld hebt en dat ze geen belemmering meer vormen voor je leven. En dan kun je pas echt aan de slag gaan. Voordat we verder gaan over mindset, even voor mensen om te laten zien. Nou ja, hier kun je het ook op zich al wel op zien. Dat was mijn oude broek. Ja, ongelooflijk. En nu pas ik er in één pijp. Ja. Ja, dat is wel echt, ja. Bijna niet, je ziet het, maar ja, bijna ja. Toch, ik denk, ja. Kan toch niet. Ja, mijn buik die zat voorbij mijn knieën. Ja. 300 kilo. Ja. Dat is heel, ja, ik kan er voor mezelf in ieder geval niet eens een voorstelling van maken, maar nee. Voor jou, hoe is dat zo gegaan? Ja, 300 kilo word je niet ineens wakker, dat is logisch. Als kind zijnde was ik redelijk slank tot mager zelfs. Dus daar ligt hem niet aan. Ik werd wel heel veel gepest in het verleden, in mijn schooljaren. Dus daar krijg je een heel zwaar zelfbeeld, een heel slecht zelfbeeld van. Mijn zelfvertrouwen ging echt naar de kelder in. Daarna heb ik een eetstoornis gekregen, gevolgd met een eetverslaving. Ik heb een hele grote depressie gehad en uiteindelijk ging mijn schildklier eraan omdat ik een heleboel crashdiëten gedaan heb. En bij elkaar zorgt dat ik uiteindelijk uitkwam op de 300 kilo. Maar dan, toen was dat voor jou, dat moment in ieder geval, en nu ben ik er klaar mee. Ja, nou, op een gegeven moment ging ik naar mijn huisarts toe. Want ik had een hele grote vergroeiing aan mijn been, aan mijn rechter binnenbeen. Ja, onderzoeken, van alles nog wat gedaan. En de eindconclusie kwam er eigenlijk al vrij snel. Het kon op dat moment niet verwijderd worden. Want dan zou er een wond komen die te groot was en de druk van binnenuit was te groot. Dus die zou niet kunnen helen. Zou permanent op de intensive care gaan liggen. Nou, dat doen ze dus niet. Wat de chirurg toen zei, was van ja, dan moet u dus gewicht verliezen. Ik zei, ja, dat is leuk en aardig, makkelijk gezegd. En toen zei hij, ja, als u doorgaat met waar u nu mee bezig bent, heeft u misschien hooguit nog 5 jaar te leven. Ik zei, wow. En toen later zat ik thuis en dacht ik zoiets van, oké, wat heeft die man gezegd? Als ik doorga waar ik mee bezig ben, heb ik misschien nog 5 jaar te leven. Dat betekent dus, want ik was toen 41, dat ik de 50 nog niet eens haal. En ik dacht altijd van, ja, ik heb alle tijd in de wereld, dat kan ik altijd wel doen. En ja, ik ga dit nu doen en dus dat volgend jaar. Voor je. Het was een absoluut shockmoment en echt een klap in mijn gezicht. En toen dacht ik van, oké, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Toen ging ik een beetje een inventaris opmaken van, oké, wat doe ik nu? Ja, ik doe dieet. Allemaal met succes, maar ik kwam allemaal weer terug aan met rente. Ik bedoel, het gevreesde jojo-effect. En dus ik had zoiets, ja, dat is dus niet de oplossing. Ja, toen ging je dus zoeken naar een andere oplossing. Ja, dan kom je dus op het pad van mindset en op het pad van, gebied van bariatrie. Dat is in geval wordt het afvallen met operatie.
En die twee gecombineerd zorgen ervoor dat je daadwerkelijk heel veel kunt afvallen. We hadden het al over mindset. Dat is voor jou dus, daar zit het geheim. Ik begeleid tegenwoordig mensen. Ik ben obesitascoach. Dus ik begeleid nu mensen die dus een extreem zwaar overgewicht hebben om dus zelf ook af te vallen. En wat me daar iedere keer weer opvalt, is dat als jij niet je mindset goed hebt, en daarmee bedoel ik dus dat je je gedachten niet goed hebt, dat je de dwangmatigheid van je eetgedrag nog niet onder controle hebt door je gedachtes, ja, dan kun je doen naarmate wat je wilt en welke operatie dan ook, en meervoudige operaties, maar dan werkt het dus niet. Nee. Je moet eerst rust in je hoofd hebben voordat de rust in je lichaam kan komen. Hoe was jouw leven 5 jaar geleden? Ja, totaal anders. Had je een leven nu? Ik had een leven, mijn hart klopte. Ja. Dus ik had een leven. Ik leefde in mijn bed, dat was mijn wereld. Ik heb 8 jaar in bed vastgezeten. Ik kon 10 seconden staan en 10 meter lopen, that's it. En ik had een legertje aan thuiszorgmedewerkers van verpleging, verzorging, huishoudelijk en dergelijke. Die kwamen 3 keer per dag kwamen ze langs om mij te helpen en assisteren. Het heeft een aantal jaren geduurd voordat ik mij voor het eerst weer kon douchen, om een voorbeeld te geven. Ik werd altijd gewassen in bed, want de douche was boven en de trap was absoluut onhaalbaar in de eerste jaren. Daar heb ik een aantal maanden over gedaan samen met de fysiotherapeut om daarvoor te trainen. En, mijn leven was dus gebonden aan die paar vierkante meter, letterlijk. En ik kon met mijn scootmobiel kon ik de stad in. Ik woonde in Amsterdam en daar kon ik de stad in. Maar na een uur moest ik absoluut weer terug in dat bed zitten, anders dan deed het gewoon heel veel pijn. Ja, wat ik zo mooi vind ook is dat je nu jouw verhaal weer inzet om andere mensen te kunnen helpen. Ja, dat is logisch ook. Ik bedoel, ik heb, zoals ze wel zeggen, het licht gezien. Ja. Dus ik kan nu andere mensen die dus daar nu mee worstelen, kan ik daarmee helpen. En dat is nu mijn passie geworden. Ik bedoel, ik heb van mijn vorige beroep is totaal achter me gelaten. Ik ben nu bezig met mijn passie. En ik vind het zo leuk om dan mensen te begeleiden die dan nu problemen hebben en nu tegenaan lopen met hetgene wat ik al in het verleden gedaan heb en iedere keer tegenaan liep. En om hun dan te begeleiden en om dan te zien dat ze dan, ja, dat wordt gewoon zo'n kleine bloem die helemaal opgaat. En dan helemaal opbloesemt en daarna het gewicht, ja, dat is eigenlijk bijzaak. Dat gewicht gaat is innerlijk natuurlijk, hè? Dat is hoe ik zelf ook spreek, van het is van binnen naar buiten en dan komt van buiten ook vanzelf. Maar dat is als het van binnen klopt, dan gaat de buitenwereld gaat er vanzelf op aanpassen. En die binnenkant, is dan een cruciale factor zelfliefde, zelfwaardering? Je moet absoluut zelfliefde en je moet van jezelf houden. In al zijn facetten, niemand is perfect. Dus iedereen heeft zijn voor- en zijn nadelen, zijn goede kanten en ook zijn zwarte kanten. En weet dat die er zijn en accepteer ze ook. Want dat ben jij. Dus dat is goed, dat is oké. En wees daar tevreden mee en ga daarmee aan de slag. En probeer er zo goed mogelijk iets van te maken. Als je zo'n extreem overgewicht hebt, dan heb je het over 50, 60, 100, 150 kilo overgewicht. Ja. Dan is het natuurlijk altijd een verhaal. Ja, tuurlijk. En dat doe je niet in een paar weken. Daar is een geschiedenis aangekomen. Maar wat je dan doet is, dan ga je kijken van oké, wat zijn nu de blokkades waar je tegenaan loopt? Wat is het probleem? Waardoor pak je iedere keer weer na dat eten in dit geval? Wat maakt het dat jij zo ongelukkig bent? En als je dat gaat behandelen, dat gaat aangaat door zelfliefde. Ja, precies. Dan gaat alles beter. Zo prachtig om dat met andere mensen te kunnen zien. Ja, dat is echt mooi. Ik zie jouw ogen ook in één keer. Ja, dat is gewoon mijn passie. Ik vind dat gewoon leuk. Ik bedoel, ja,
Ja, dat heb ik meerdere malen nu mogen meemaken en dat is gewoon prachtig. Ja. En één op één coach jij dus mensen. Ja. Maar je hebt ook iets heel moois gemaakt om nog een veel grotere groep ook te bereiken. Klopt. Ja, dat is dit boek. Ja, ik heb een boek geschreven. Dat is, feitelijk is dat een verzameling van mijn dagboekartikelen. Okay. Dus het is een verhaal, een reis, zal ik maar zeggen, in wat ik beleefd heb in 4 jaar tijd. Het beslaat de tijdvak van 2004 tot 2009. En met alle hoop, alle desperate momenten, maar ook alle succesvolle momenten, met de manier waarop ik het gedaan heb en alles bij elkaar. Gewoon echt het leven. Ja. En wat ik ermee wil doen is mensen inspireren dat zelfs al ben je een groot gewicht, dan nog kun je het afvallen. En daarom heet ook het boek Als ik het kan, kan jij het ook. Want het is ook absoluut mijn missie om mensen duidelijk te maken van het maakt niet uit hoeveel je bent. Ik was 300. Ik was de zwaarste man van Nederland. Nu ben ik het Nederlands kampioen afvallen, omdat ik zoveel afgevallen ben. Nou, prachtig. Ja. En dit boek, dat laat dus zien van nou ja, maakt niet uit hoe zwaar je bent. Het lukt. Nee, ja. Het kan. Ja. Ja. Ja, practice what you preach, dat is past. Ja, dat past absoluut hierbij. Absoluut. Ja, ja. 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 En daarom zeg ik altijd van tegen mensen die zoiets hebben van ja, wie moet ik dan daarbij helpen? Ja, je kunt natuurlijk een psycholoog of een diëtiste hebben die zo slank is als een lat, zal maar zeggen. Ja. Die niet weet wat er eigenlijk precies in je binnenste speelt. Waardoor je dat ineens allemaal gaat doen. Je zegt ja, ga maar een boterham met rookvlees eten. Ja, daar ligt het hem dus niet aan. En dat je het niet voor de ander doet. Ja. Echt. Voor jezelf. Echt voor jezelf. Om jezelf het beste te gunnen. Ja. En was je toen gelijk zo gedreven dat je ook in één keer doorging? Of heb je... Ik heb absoluut terugvallen gehad. Kijk, in eerste instantie ga je dus met heel veel energie ga je er dan tegenaan. en met heel veel wilskracht, et cetera. Maar wilskracht alleen red je het niet mee. Want dat wordt ongetwijfeld minder. Dat duurt een maand of 3, 4... Als je geluk hebt, 6 maanden, dan ben je heel sterk. Maar dat gaat op een gegeven moment minder worden. Die boog kan niet gespannen blijven. Dus dan moet je het op een andere manier doen. En dan moet je het dus doen door gewoon inderdaad naar binnen te kijken. En gewoon de mindset te veranderen. En te zeggen van oké, ik ben het waard. Ik mag het zijn. Dan pas gaat het echt gebeuren. Ja, maar dat voel je nu ook, nu je het zegt. Ja, oh. Ja, daarom. Ja. Wow, ja. Ja, prachtig zeg. Maar wat een verhaal, maar wat een kracht zit erin. Dank je. En wat ik eerder al aangaf, om dat nu weer te mogen uitdelen. Ja, maar dat is gewoon mijn passie geworden. Dat vind ik nu zo leuk. Ik bedoel, ik heb zoveel mooie dingen mogen ervaren. Want ik ben heel dankbaar voor alles wat ik nu mag meemaken. Want ja, ik bedoel, ik ben nu, even denken, ik ben net 50 geworden. Dus ik ben nu 9 jaar na dat moment. Dus ik heb al 4 bonusjaren gekregen. Ja. Nou, prachtig. Ja. En ik geniet er iedere dag van. En ik ontmoet zulke mooie mensen. Want in welk formaat de mensen ook zijn, in welk stadium dat ze dan ook zijn, het zijn mooie mensen. Ja. En dan is het nog zo mooier om dan uit zo'n mooi mens het nog betere eruit te halen. Dat ze toch kunnen neerzetten op aarde, als het ware, energie. Exact, exact. Want ik ben absoluut gelover in dat het lichaam en geest één moeten worden. Ja. En het lichaam en geest zijn meestal op dat moment niet één. Nee. En als je dan voor elkaar krijgt dat die koppeling daar wel komt, nou, dat is echt, daar krijg je gewoon energie van. Ja. Dat is zo mooi. Ja. Geweldig. En heb jij nu voor jezelf nog dromen of doelen of... Persoonlijk of professioneel? Beide. Beide. Ja, persoonlijk heb ik een aantal dingen die ik zeg, ja, dat staat op mijn bucketlist, zoals ze dat van ze noemen. Dingen die je wilt doen voordat je uiteindelijk weggaat. Ik wil motor gaan leren rijden, nou, daar ben ik mee begonnen. Ik wil een blondvaart gaan doen. Ik wil gaan parachute springen. Ik wil gaan reizen, vooral heel veel reizen, want ik heb jarenlang in bed gezeten en nu wil ik gewoon heel veel gaan zien. Dus dat wil ik heel graag gaan doen. En dus dat zijn een aantal van mijn persoonlijke... Ja, mooi. Ja. Ja, ja,
klopt. Maar ik kan me voorstellen, zeg, de wereld is zo klein geweest en nu ga je letterlijk de wereld in. Ja. Ik heb het 2 jaar geleden heb ik het voor het eerst echt mogen ervaren. Toen paste ik in een auto, voor het eerst in jaren. En toen, nadat ik eerst een proefrit gemaakt had, heb ik een auto gehuurd voor een weekend. En toen ben ik dus rondom het IJsselmeer gaan rijden. En het moment dat ik op een gegeven moment op de afsluitdijk was, dat was een overwinning van heb ik jou daar. Dat was hetzelfde gevoel als dat je zomaar zegt, als jij gaat en je gaat van Dam in Amsterdam naar de Chinese muur. Zo ver voelde dat. Ja. Echt gewoon enorm. En ik was er. En ik had het bereikt. En ik had het bereikt. Ja, ja. Ik kon met mijn eigen energie, met mijn eigen kracht, met mijn eigen inzet, had ik dit toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ja, dat was waanzinnig. Dat was echt zo mooi. Ja, jij bent ook een heel krachtig persoon. Uiteindelijk heeft iedereen die kracht natuurlijk. Ja. Maar je bent het wel echt jezelf ook gaan gunnen om ermee aan de slag te gaan. Absoluut, ja. Maar die kracht moest ik zelf ook hervinden. Ja, 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 en groeien. En groeien. En zal alleen nog maar doorgroeien als ik jou zo. Oh ja, absoluut. Maar heb je binnen je werk ook nog dingen die je denkt, oh, dat lijkt me mooi om dat nog uit te breiden of om nog meer mensen te begeleiden of... Nou ja, wat ik wil, ik wil uiteraard meer mensen nog gaan begeleiden. Ik bedoel, één op één of groep? Één op één. Wat ik ook aan zit te denken is, ik wil gaan spreken, ik wil mensen inspireren. Op seminars, symposia en dat soort dingen. Ik wil zelf workshops gaan geven, weekenden eventueel, om mensen te zeggen van, nou kijk, dit zijn de tools, dit zijn de stappen, de handen. Handige middelen waardoor je al in een weekend al heel veel verschil kunt maken. Dus dat zijn professioneel gezien mijn doelen. Heel veel moois wat nog voor je klaar ligt en waar je mee aan de slag gaat. Dus. Ja, daar wil ik absoluut mee aan de slag. Ja. Ja, mooi. En het leuke is voor jullie allemaal die zitten te kijken dat je ook een van je boeken cadeau doet. Absoluut, absoluut. Dus voor jullie, mocht je geïnspireerd zijn. En ik geloof dat het trouwens wel een boek is, niet alleen voor mensen die zo zwaar zijn, maar oh, nee, ik denk iedereen. Dat het verhaal inspirerend is voor iedereen, of niet? Ja, ja. Het is een verhaal van persoonlijke groei ook. Ja, precies. En daarom is het dus, in dit geval was het dus op het vlak van gewichtsverlies. Ja. Maar het kan voor iedereen werken die iets wil doen met persoonlijke groei, absoluut. Het is net als mijn eigen boek ook. Het gaat ook over een trauma, maar het gaat veel verder dan dat. Exact. Ja. Die reis, mooi. Wil je hiervoor in aanmerking komen, stuur me een berichtje via Facebook of via de e-mail. Kan natuurlijk ook. En dan hoor je binnenkort wie het boek heeft gewonnen. Oké. Okay. Leuk. Erik, ook fantastisch. Wat een verhaal en wat een drive en passie. Dankjewel. Hier ook om dat door te geven. Ja. Ontzettend leuk. Merci. En heel veel plezier met alles wat je gaat doen. Oh, gaat zeker lukken. Er komt nog zoveel moois uit. Het is al duidelijk voelbaar. Ja, nou dankjewel. En jullie natuurlijk, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt. En ik zie je heel graag een volgende keer weer. Tot ziens.